telefoon even. Nee, doe normaal. Yo, ik ben Chester en welkom bij weer een nieuwe vlog hier op mijn kanaal Chester. En vandaag moet ik naar de kapper, moet ik weer wat video's opnemen, dat moet ik wel echt vandaag gaan doen. En natuurlijk ze gaan editen, dat spreek ik over zich. Maar ik ga natuurlijk jullie weer meenemen op dat avontuur. En ik ben nog steeds fucking bij mijn camera. Het ziet er echt heel spassies uit hoe ik het nou heb gefilmd. Maar I don't give a damn. Troy die ligt ook weer heerlijk te slapen, zoals jullie hier wel kunnen zien. Troy, kijk eens. Troy. Nou, die is echt helemaal in coma, die gozer. Die wordt de eerste paar dagen denk ik niet meer wakker. Nee, dat is ook weer grappig hoor. Als je één keer zelf een plasje gaat doen, dan komt hij alweer tot leven. Maar ik ga nu even skypen en wat Black Ops 2 spelen. En rond 3 uur denk ik even een videootje opnemen, zodat ik dat heb gedaan. En natuurlijk vanavond weer de vlog editen, want ik weet nog niet hoe natuurlijk de reacties op de vlog waren van gisteren. Omdat natuurlijk ik dit... dus vandaag vrijdag dat ik het opneem. En vrijdag komt zondag online. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus ik heb 2 dagen speling. En daar zo... ja, daar weet ik dus nog niet hoeveel likes of hoeveel dislikes of hoeveel reacties we hebben gekregen. En ja, mijn moeder had wel een mooi aantal likes, toch man? Oh, ze zei opeens 70. En toen, ja... Ik weet niet of ik dat heb gehaald. Maar, wat ik nu ga doen is even gamen. Dus ja, ik weet nog niet wat ik daarna ga doen. Wat ik nu eventjes ga doen is een Turkse pizza halen. Althans niet 1, maar 2. Ik eet altijd 2, want ik neem er niet zoveel op. Maar holy shit jongens, die zijn echt zo heilig. Dus dat vind ik echt gewoon het lekkerste Turkse eten wat er is natuurlijk. Ja, en dan nog een broodje deuner. Dat vind ik ook wel lekker. Maar voor nu vind ik een Turkse pizza echt gewoon echt super lekker. Dus dat ga ik nu even halen. En dan zie ik wel wat ik daarna ga doen. Ik moet ook nog even wat recorden, want dat moet ik wel echt gaan doen. En dan zie ik wel hoe dat gaat komen. En jongens... Ik ga nu even lekker eten, dus als jullie ook gaan eten, eet smakelijk. Holy shit jongens, ze zeiden al dat het bij mij vandaag nooit weer gaat worden, maar moeten jullie even kijken naar dit. Ik weet niet of jullie het goed zien. Af en toe zie je van die beesten rondvliegen. Ik noem ze altijd vliegende mieren, ik weet niet of ze ook zo eten, heet in het echt. Maar die vliegen overal rond. En dat is dus meestal een teken dat er onweer gaat komen en regen, et cetera. Maar wat ik nu ga doen, is video op gaan nemen. Dus wat we dan gaan doen, is... Even kijken, softboxje aan. 1, 2, 3. Zo. Dan pakken we de PlayStation 4 controller. Gaat de PlayStation 4 aan. Monitor aan. Dan doen we hier onze Elgato systeem aan. Webcam software. En dan gaan we naar documenten. Documenten. Opnameschema. Zodat ik precies weet wat ik moet doen. Nu start af alles tegelijk op. Dus hier komt hij. Huppakee. Kan deze weg. Gaat hij eventjes laden. Omdat natuurlijk alles nou opstart. En. Kalabim kalabam. Daar is mijn schema. En hier staat alles klaar. Plus mijn lamp. Dus. Ik ga even wat video's opnemen voor jullie. En het licht ziet er nou een stuk beter uit in ieder geval. Door natuurlijk mijn softboxje. En. We spelen natuurlijk. Call of Duty Advanced Warfare. Dat ga ik eventjes doen. Dus. Ja, dat ga ik doen, ja. Dat zit. En daarna ga ik nog even vloggen natuurlijk, ja. Ga lekker. Zoals jullie zien heb ik al 2 video's gehad. En ja, ik ben natuurlijk nog steeds bezig met recorden. Ik ga nu, ik weet niet of jullie het zien. Ik ga nu weer Call of Duty Ghost doen, omdat natuurlijk iemand dat had gevraagd van mij. En ja, oh shit, dus eigenlijk was wel een spoiler. Want eigenlijk als deze vlog online komt, is de video nog niet online geweest. Dus ja, het ziet er wel grappig uit natuurlijk. En hier zie je ook natuurlijk wat ik zie dus. Dit is mijn webcam software. Wacht, even uitzoomen. Kan je even hier zien hoe het alles eruit ziet. Zo zie ik het dus. Laat me zeggen, dan zie ik hier gewoon te gamen. Hier staat mijn Elgato software aan. Webcam. En hier staat nog wat ik op moet nemen. En sommige mensen zeiden tegen mij dat vind je nog wel leuk als je een heel schema hebt. Waardoor je dan, laat me zeggen, niet meer voor je lol doet. Ik doe het nog steeds voor mijn lol. Maar dat schema wat jullie daar dus zien, is echt alleen maar... Dat ik weet wat ik moet opnemen, laat me zeggen. Want soms doe ik nog wel eens dat ik niet alles achter elkaar opneem. Waardoor ik soms niet meer weet wat ik dus heb opgenomen. Vandaar dat ik dat doe dus. Maar, ik ga dus nou even voor degene die het hebben gevraagd. Call of Duty Ghost uploaden, wou ik zeg maar opnemen is het. En dan zien jullie me dadelijk weer. Dus ik hoop dat ik misschien wel even een goede score neer ga gaan zetten. En wie is daar? Anders is Tim daar, jongens. Anders is Tim daar. Je wordt helemaal mad. Je moet wel even je schoenen aan doen. Hebben we een nieuwe patas, hoor jij? Hebben we nieuwe patas? Nee. Rustig aan, Troy.
Kijk gewoon, jongens. Rustig, rustig, klaar. Troy, Troy. Klaar, lopen. Lopen. Jongens, ik zie je zo meteen weer. Op dit moment is Tim even CSGO aan het proberen, omdat Tim het misschien ook wil kopen. Ja, ik wil eerst dat ik het zou kopen. En zo ziet het er dus uit. Gaat het Tim of niet? Nou, gaat wel. Maar we zullen nog eventjes wennen. Ik ben er al aan gewend, maar Tim wat denk ik gaat wel... Wapentjes. Ja, dat moet je niet doen. Dat is gewoon een random. Dat is voor mensen die nog geen wapens hebben. Maar ga je denk je wel of niet kopen? Ah, ik weet het niet. Hoe? Nee, tief op jongen, tief. Nieuwe facecam alles. Nou. Nee jongens, laten Tim even concentreren. Nu ga ik alleen maar dood. Ja, we laten Tim even concentreren jongens. Hopelijk gaat Tim het kopen. Zet in de comments dat Tim het moet kopen. Zet het in de comments. Nee, niet doen. Zo, ik heb even snel eventjes een video in de render gezet, zodat jullie daar zullen zien. Dat had ik dus straks ook al gedaan. Maar, Tim is hier nog steeds. En Tim, wat heb je nou echt zin om te gaan doen nu? Na Paul gaat staan. Nee, even serieus. Nee. Wat kunnen we gaan doen nu? Turkse pizza eten. Dat heb ik al gedaan dus straks. Olini. Nee, ik heb geen trek in ijs, man. En gewoon je kaart die op je bek slaan. Nee, er stond dolle wapens in. Naar buiten. Wat wil je buiten doen? Veel eten. Nou, ik heb gewoon zin om lekker binnen te zitten vandaag. En lekker gamen. Lekker achter mijn pc, chillen met Tim. En voor de rest gewoon vandaag niks te doen. Ik zit te wachten tot het noodweer wordt. Dan kunnen we wel even wachten, toch Tim? Dan kunnen we even die onweer temmen. Dan kan ik dat misschien even filmen voor jullie. Wat dan best wel sick gaat worden natuurlijk. Maar, video's is natuurlijk bijna klaar met renderen. Dan ga ik hem eventjes gewoon niet uploaden. Dan ga ik eerst mijn thumbnail van maken. En misschien vanavond nog een video renderen, dat ik dat al heb gedaan. Maar voor de rest gaan we nog even chillen. Toch Tim? Yep. Duimpje je omhoog. Dan zit je hier maar op je stoel. En dan ligt daar zo een van de retard op de grond. Want we vervelen ons echt te pletter, hè Tim? We weten gewoon niet wat we moeten gaan doen. Dat is het ergste wat er gewoon is. Het is 3:30, over een uur moet ik naar de kapper. Dus dan ga ik tenminste nog wat doen. Dan gaat deze man naar huis straks. En dan gaan we als ik terug ben van de kapper gaan we extra zombies doen. Jee. Oh, dan moet je eigenlijk zo, als je dit doet, nog een keer zo. Ik was gisteren bij de Jumbo. Dan denk ik zo, hallo Jumbo. Aha. Jammer joh, klootzak. Maar, wat ga ik doen? Ik ga hier met kaal, net zoals Shakib. Shakib is ook kaal. Maar niks tegen kale mensen, want ik was gerookte kaal hè Tim? Ja, jij was vroeger kaal. Wanneer was dat ook weer? Groep 7. Van groep 5 tot en met groep 7 was ik kaal. Omdat ik toen 2 jaar achter elkaar naar Indonesië ging. En het me best wel beviel om kaal te zijn. Althans, kaal was echt geen millimeter, toch Tim? Nou, ik geef de schatting van 9... Out of 10. 1-1. Nou, 9-11. Maar, wat het toen was, is dat heeft denk ik iedereen wel op school gehad, luidscontrole. En ik was al snelste klaar, hè Tim? Ja. Ik liep naar die vrouw toe, die vrouw deed en ik was klaar. Gewoon 10 seconden was ik bezig. Ik was de langste. Jij? Ja. Ja, want Tim had vroeg. Is er een foto van jou op Google te vinden dat je klein was? Nee, ja, is volgens mij wel. Kom. Bij die boot als je zo staat. Ja, dat zie je geld. Kom. Volgens mij hoor. Kijk, Tim. Jochems. Let's go. Afbeelding. Kijken of we een fotootje van Tim kunnen vinden. Waarschijnlijk niet. Nee. Nee. Hopeloosetjes. Nee. Bel maar je vader. Waarom? Let mijn kop. Ja, maar die mag niet in een vlog komen. Nee, weet ik. Hier is hij. Ja. Jongens, dat gaan we even niet laten zien, want dat is gewoon... Privacy schending. Die zoom in, though. Jongens, we gaan nog even chillen en dan ga ik straks naar de kapper. En daarna nog even extra zoomies doen met deze faggot. En dan daarna weet je nog niet. Dus Tim. Boeiah. Het is dus zover dat deze halve gek naar huis gaat. Hij gaat al. Tim, spreek je. Doei. Kijk, hij loopt van weg. Doei, Tim. Dat was Tim, jongens.
En ik ga nu even naar de kapper. Dus ik ga even mijn schoenen aan, zo aandoen. En dan ben ik onderweg naar de kapper. Hij stond voor de deur. Hij stond voor de deur. Hij stond voor de deur. Hey jongens, ik ga even mijn schoenen aandoen en dan gaan we naar de kapper. Troy is ook helemaal mad. Hè, Troy? Je wordt ook een boos als mensen zo gek doen, hè? Jongens, ik ga even mijn schoenen aandoen en dan gaan we naar de kapper. Nou, we zijn dus onderweg. Althans, we gaan nu de auto in. En ik zie er echt moois uit vandaag. Ik heb mijn eigen shirt, als jullie zien. Ik heb een broekje aan. Dat is gewoon een blauw zwembroekje. En mijn schoenen die maken het helemaal, want het zijn lekkere badslippers. Dus ik zie er lekker uit vandaag. En even kijken of we de kapsel weer een beetje goed kunnen maken. Dus stap even de auto in. Dus even, hè. Oh. Zo. Deurtje dicht. Uitkijken dat de telefoon niet uitvalt, want die zit in een open zak als je even hebt. Zo. Gewoon erom doen. Tuurlijk mag je eventjes. Ziet er echt raar uit, maar goed. Dan moet ik even zonnebril op. Wat er? Nog één keer hoor, dan ga ik het in slow motion doen. Nou, dat alleen nog niet. Kijk, maar nu kan ik hem wel zo zeer neerzetten, man. Zo. Of wat? Nee, hij blijft niet staan. Yeah. Jongens, we gaan even rijden en dan zien we jullie dadelijk wel weer. We gaan dus op dit moment gaan we uit eten, man. Laat ons uit eten. We gaan naar de Italiaan lekker eten. Mijn haren zijn gedaan. En we gaan lekker pizzetje eten bij de Italiaan. En dat is echt een heerlijke. Wow, wat doe jij dan? Nou, die kwam nog zo hard aangereden. Oh. We gaan even een heerlijk pizzetje eten. In ieder geval, daar heb ik wel trek in. Mijn moeder heeft er ook trek in. We wouden eerst Domino's, maar dan mijn moeder geen trek in. Nee, daar had ik geen trek in. Dus vandaar dat we dus naar de Italiaan gaan. Dat is ook natuurlijk lekker. Het is ook gewoon een pizza. Maar het is echt benauwd warm, hè, man. Het is 22,5 graden. En kijk het weer eventjes. Het weer ziet er gewoon niet mooi uit. Dus dat is nou eens echt kut, want dan kan je niet naar het zwembad. Ja, het kan wel, maar je wordt niet bruin, hè man? Nee. Dus we gaan even naar Italiaan rijden en dan zie je me dadelijk wel weer als ik een pizza heb of iets. Dus mama, rij snel door Oranje, let's go! Voorgerechtje, stoofbroodje kruidenboter. Beetje smakelijk, man. Eetje, jongen. Beetje smakelijk, Chesto. Zo, ons eetavontuur zit er weer op. Ik heb mijn maag gevuld, mijn moeder ook. Althans, mijn moeder eet altijd zo weinig. Ah, ja, echt niet. Maar ze eet altijd mijn kaas op, want ik hou niet zo erg veel van kaas. Ik voel me net zelf een cheeseball. Wat is dat er? Ik voel me een cheeseball. Die zijn lekker, echt no joke hoor. Die zijn lekker. Die, had ik die nou vorige keer meegenomen? Die stonden bij de Albert Heijn. Bij de Albert Heijn. Ja, er waren toen zo'n aanbieding. Van die Amerikaanse kaasballetjes. In zo'n blauwe doos. Met een Lidl gekocht, kan ook. Dat weet ik niet. Ik ga dit je nek niet breken. Nee, dat weet ik. Het is altijd, hè. Altijd als ik aan het vloggen ben en mensen lopen achter me, die kijken altijd in die camera. Dat snap ik gewoon niet. Snap jij dat? Maar ja. Ik zal wel raar vinden. Ik vind, als ik iemand zie die ook in de camera praat, vind ik het normaal. Want ik doe het zelf ook, weet je. Oeh. Zo! Ja. Oh mijn god, dat heb ik weer niet op film. Godverdomme, echt. Wat was dat? He? Een vlieg of zo. Zo'n vliegende mier. Oh. Maar wat wij dus even gaan doen, is we gaan even lekker naar huis. Dan ga ik even douchen. En misschien nog een video opnemen, maar dat weet ik niet zeker. Dus dat gaan we dan wel even zien. Ik denk het wel. Wat ben je aan het doen dan? Het staat even voor me stil. Maar jongens, we gaan nu even de auto instappen, zullen jullie zien. Kijk, je ziet mezelf waarschijnlijk in de auto. Open joh! Zo. Open, allemaal mensen daar zo. En dan stappen we in. Deurtje dicht. En dan zien jullie me zo meteen weer. Waarschijnlijk komt Troy weer helemaal op ons afgerend. Kijk. Hi Troy! Hallo jongen! Hey jongen! Hi Boef. Hi. Hi Boef. Troitje. Hallo. Hey. Kijk nou. Ik heb mijn telefoon vergeten. Nee. Doe normaal. Oh. Dat is erop? Ja. Voorstukje, dit is voorstukje, voorstukje. Die was leuk. Zo jongen. Holy shit. Ben je hem echt vergeten? Nee, natuurlijk niet. Woe! Zo! Troy, wat vind je nou van mama die een grapje maakt? Niet normaal, hè? Nee! Jongens, ik ga lekker even naar boven, ga ik even douchen. En dan ga ik...
Even gamen. Morgen nog 2 video's opnemen. Dan ben ik voor deze hele week alweer klaar. Dus dat is lekker. Red treuven en dan van dat mama je een grappig wat je zo uithaalt. Half vier, ja. Kijk, hier kan hij niet tegen. Oh, zag je dat? Wat een gek beest ben je, Troy. Kijk eens in de lens. Je eet al op, Troytje. Nou dus. Jongens, ik ga daar even naar boven en dan ga ik even douchen. Ik ben er nu even aan het Skype met die gekke Dynasty, zoals jullie daar zien. En we gaan weer een keer Go spelen voor de verandering. En ik heb net al mijn allereerste campsite binnengehaald. Dus dat is mooi. En we gaan kijken hoeveel we deze avond nog binnen gaan slepen. En jullie horen dat denk ik straks wel als ik er nog een paar haal. Sam zit dus net in een WhatsApp groep een foto. En holy shit jongens. Hij zei al dat hij een cartoon van ons ging laten maken. Maar hoe dit er dus uit is gaan zien. Is echt niet normaal. Kijk maar. Ik vraag jullie mening. Kijk hoe dit eruit is jongens. Dit is toch fucking mooi. Kijk eens eventjes. Dat zijn wij dus die getekend zijn. En holy shit, dit ga ik dus ook in mijn banner zetten, denk ik. Of als Twitter hier, want het ziet er echt gewoon ziek, maar dan ook echt ziek mooi uit. En ja, dat is gewoon fucking awesome als je dat kan. Dus, diegene die dit heeft gemaakt, ik weet dat het een Zweeds iemand is. Die is gewoon super, maar dan ook echt super goed in dit soort dingen. Want ze heeft al ook iets eerder voor Sam ooit gemaakt. Maar hoe is dit eruit, jongens? Dat is echt gewoon niet, maar dan ook echt niet normaal. Ik vind mij zelf wel leuk als je een Rumi ziet drukken op gaat. Alleen Sam is de verkeerde pet op. Maar dat wordt gefixt, zei hij. Dus dat komt ook helemaal mooi. En ik weet dat je begaat. Dus Sam, thanks voor dat natuurlijk. En natuurlijk ook die vrouw of meisje of chick. Hoe je het wil noemen die het heeft gemaakt. Ook natuurlijk fucking awesome. En dan is het weer tijd om de hond uit te gaan laten. Ik sta hier met de grappigste persoon over de hele wereld. Papa. Ja, hoi. Hoi, zoals je me nog niet kent. En ik ga proberen elke dag een grapje te laten vertellen. Dus pa. Is jouw moment om te shinen? Vertel een grapje. Ik heb een bril en het moet uit de kast komen. Nou. Mark zeg. Rutte. Die is fucking grappig, man. Kijk, het ergste is nog gewoon dat hij om zijn eigen grappen moet altijd. Lachen. Altijd, je moet altijd om je eigen grappen lachen. En dan, wat ben je dan van plan? Denk je dan dat andere mensen ook gaan lachen? Nou, dat de andere mensen kunnen me niet verrotten. Oké. Nou, Troy is ook zijn dingen aan het doen, zullen jullie zien. Hè, Troy? Nou, we gaan weer verder. En dan zien we hem daar ook wel eens verdwenen zijn, want het gaat waarschijnlijk omweren. Spooky shit. Wat? Spooky shit. Zo, dat is wel eng, hè? Ja, zeker weten. Vind je niet eng? Nee. Moet je niet je knuffeltje erbij pakken? Je hebt kans op een supercel, boven Loos Duinen. En dan wat is dat, supercel? We gaan allemaal naar de kloten. Ja, wel echt. Hij is echt, zijn grapjas aan. Geen jas, maar zijn lolbroek heeft hij aan, jongens. Hij heeft zijn lolbroek aan. Hè, pap? Ja, maar dan van je leeuw erop. Wat? Laat zien. Van je leeuw erop. Laat zien, kijk eens. Hoppaka. Van het WK van, ja. Wanneer was het? Nee, ik 2 jaar terug alweer. Ik zal het nu eten. Nou, jongens, we gaan naar, ik ga daar nog eventjes wat op mijn pc doen. Hopelijk dat het gaat omweer, zodat ik nog even kijk of wat kan filmen, hè? Ja. Ja, toch? Wordt een F5. Een F5? Ja. Ik zie liever F16. Jongens, ik zie jullie dadelijk weer als ik nog even in mijn kamer ben. Nou jongens, het is alweer het einde van de vlog. Ik ga op dit moment de vlog editen natuurlijk, vandaar dat ik er geen einde aan maak. En ja, het is op dit moment nog niet aan het onweren. Ik zal het even laten zien. Wat zei je, man? Ik hoop dat je een einde alleen maar maakt aan je vlog. Hoezo? Nou, omdat ik geen einde aan maak. Ja, aan de vlog, hè? Ik maak een einde aan de vlog, als jullie dat dan nog niet al, mijn moeder snapt het natuurlijk weer niet. Maar, super natuurlijk erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet het niet te liken als je het nog niet hebt gedaan. Hè? Blauwe duimpje omhoog. Zeg jij maar, man. Wat zei je? Blauwe duimpje omhoog? Blauwe duimpje omhoog. Dat sowieso. Als je het video leuk vond, laat een zieke comment achter en zo natuurlijk. Maar dat doen jullie altijd wel. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En dan zie ik jullie. Of bij de game video van morgen, of natuurlijk bij de vlog. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Later.